En binnenkort zullen in minder tijd meer COVID-19 testen kunnen worden gedaan. De wachttijd voor het resultaat zal daardoor van 48 uur naar enkele uren gaan. Dit is vandaag in het COVID-journaal van de overheid aangehaald. Het sneller testen is mogelijk door PCR, dat in het Nederlands staat voor polymerase kettingreactie. Microbioloog Ed IJzerman vindt echter dat de beperkende factor niet zit in de hoeveelheid apparatuur, maar in de voorbehandeling. Hij zegt dat met het nieuwe systeem er minder menselijke handelingen gepleegd hoeven te worden dan bij het huidige systeem. Met het CPR-systeem zal het analyseren van swabs sneller gaan. Want kijk, je moet het zo zien, bij mensen worden neus- en keelswabs afgenomen. Dan zit er materiaal met mogelijk virus van die mensen in een transportmedium. En dan heb je dus een buisje met transportmedium waar zowel menselijke cellen als viruscellen in zitten. En eigenlijk het proces dat voorafgaand aan het inzetten van de spullen in de apparatuur is het virusmateriaal uit dat transportmedium halen. Dat noemen we extractie. De extractie van het virusmateriaal. En dat is menselijk werk nog. We hebben er ook machines voor, maar ook die machines kosten tijd. En daar gaat heel veel menselijke handelingen zitten daarin. En dat lijkt op dit moment vooral de beperkende factor. Plus natuurlijk de administratie. Ja. Want hoe meer monsters je krijgt, hoe groter de administratieve last. En daar zijn we ook mee aan het werken. We gaan dus proberen om de papieren aanvragen te vervangen door digitale aanvragen. En werken met barcodes. Zodat op ieder sample een barcode zit en we alleen nog maar de samples hoeven te scannen. Zodat het scannen van het sample direct gekoppeld wordt aan een naam in de digitale applicatie. Daarmee hopen we fouten te voorkomen, maar vooral snelheid te winnen. IJzerman zegt dat met de nieuwe apparatuur de testcapaciteit zo nodig opgeschroefd kan worden. Het maakt dus niet uit hoe groot het probleem wordt in Suriname. De testcapaciteit is voldoende. Labtechnicus Anton van den Ouden laat zien hoe het nieuwe testsysteem werkt. De samples worden dus, zoals net had verteld, geëxtraheerd. Dus de genetische eigenschappen worden eruit gehaald. Dat wordt in het lab hiernaast gedaan. Wanneer dat is gedaan, komen ze hier terecht en worden ze in de PCR-apparaat gestopt. Hier worden de deeltjes van het coronavirus vermenigvuldigd. En wanneer ze vermenigvuldigen in de sample, geeft dat een heel hoog signaal en dat signaal bepaalt dan of dat er iemand dan positief is voor het coronavirus. Ja, kun je dat aanwijzen? Ja, het is namelijk zo gaan dus in deze PCR-apparaten. Hier worden dan de deeltjes vermenigvuldigd, mm-hmm. waarna ze dan in de scanner terechtkomen. En dat is wat je hiernaast ziet. Vervolgens wordt een foto gemaakt van de plaat en komt het uiteindelijk op de computer terecht. En vervolgens bepaalt dus een bepaalde software welke samples positief zijn en welke samples negatief. En zoals je kan zien in deze foto, is dat alle samples met een rode cirkel worden gezien als positief. Dus je kan echt duidelijk zien dat je hier een veel hoger signaal hebt dan de belletjes die hier omheen zitten. Anton van den Ouden, hij is een labtechnicus. Hij sprak vanmorgen in het COVID-journaal van de overheid. Met de CPR-apparatuur kunnen er in minder tijd meer COVID-testen worden gedaan.